Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van De Moeilijkste Voetbalquiz. De komende weken gaan 16 kandidaten tegen elkaar strijden. Ja, om te bekijken wie de eerste winnaar wordt van De Moeilijkste Voetbalquiz. We beginnen bij de achtste finales, daarna door naar de kwartfinales, halve finale en dan uiteindelijk ja, die grote finale. Maar zover zijn we nog lang niet. We beginnen bij de achtste finales en vandaag staat de eerste achtste finale op het programma. Ik heb hier links van me Elroy Otnoff. Welkom. Ja, dankjewel. Heb jij een specialiteit op voetbalgebied? Ja, ik weet natuurlijk alles van PSV af. Dus dat is mijn grote specialiteit. Dus ja. Ik hoop dat er vooral veel vragen over PSV in zitten. Nou, ja, wie weet. Wie weet. De kans is groot dat er wel wat van PSV voorbij komt, denk ik. Dat is fijn. En rechts van mij zit Erik Verder. Ook welkom. Dankjewel. Heb jij nog een beetje voorbereid op deze quiz? Eigenlijk niet. Ik vraag me ook af in hoeverre dat kan. Ik hoop dat... Dat ik van mezelf gewoon genoeg weet. Ja. En dat er wat ook Feyenoord in de quiz voorkomt. Wat Feyenoord in de quiz. Ze zijn in het Hol van de Leeuw natuurlijk. Ja. Oh ja, ja. Nee, wat dat betreft is de kans ook vrij groot dat wat van Feyenoord langskomt. Hoe ziet de quiz eruit? We gaan 3 rondes spelen. En aan het einde van die rondes is de grote finale. Het kan zijn dat je heel ver achter staat, maar in die finale kan je nog een behoorlijke achterstand goed maken. Dus geef niet op. En dan zullen we uiteindelijk zien wie er doorgaat van jullie naar de kwartfinales. Heel veel succes allebei. Ja. En op naar ronde 1. Dankjewel. Oké, nou dan gaan we beginnen met de eerste ronde. De eerste ronde is een zogeheten afbeeldingsronde. Je ziet straks op het scherm een foto of een logo of een tekst of wat dan ook. En over die afbeelding stel ik een vraag. Jullie hebben allebei een belletje gekregen. Dus het heeft ook een beetje met snelheid te maken. Weet je het antwoord, druk op het belletje. Geef je een fout antwoord, dan heeft die ander nog altijd een kans. Krijgt hij om het alsnog het goede antwoord te geven. Elk goed antwoord is 1 punt. Dus is het duidelijk? Lijkt me wel. Oké, nou, heel veel succes. Dan gaan we met de eerste vraag beginnen. Van welke club is dit het logo? Eindhoven Frankfurt. Sorry. Oh. Erik. Eintracht Frankfurt. Dat is inderdaad het goede antwoord. De tweede vraag. Bij welke club, je ziet zometeen 3 voetballers. Bij welke club hebben deze 3 voetballers alle 3 gespeeld? Ajax. Nee, dat is niet goed. Dan mag jij het nog proberen. FC Twente. FC Twente, dat is inderdaad het goede antwoord. We zien hier Gerald Cibon, Yusuf Hersi en Orlando Trustful. Hebben allebei, alle 3 bij FC Twente gespeeld. Niet allemaal heel erg succesvol, maar ze hebben er alle 3 wel gezeten. Gaan we naar vraag 3. We zien hier de opstelling van Ajax voor de Europacup 1 finale van 1973 tegen Juventus. En in die opstelling ontbreekt 1 naam. En aan jullie de vraag is de vraag, welke naam ontbreekt hier? Wie moet er op de stippenlijn worden ingevoerd? Het is al een tijdje terug, 1973. 1-0 werd het van Ajax tegen Juventus. Rep scoorde met een kopbal. Ik moet je dan vrije gok. Lezen. Je kan het proberen, het kost je geen punten. Nee? Dat durft echt niet zo. Oké, het was Barry Holzhoff. Dan gaan we nu verder met vraag nummer 4. Zoals jullie allebei al weten, werd Duitsland vorig jaar wereldkampioen. Maar 2 spelers in die selectie zaten ook al bij elkaar in het schoolvoetbalteam. Je ziet ze hier op de foto. En de vraag is, welke 2 spelers uit de WK-selectie van Duitsland vorig jaar zaten hier ook bij elkaar in het schoolvoetbalteam? Elro. Ik denk dat Özil zie en Neuer. Özil en Neuer. Dat is inderdaad het goede antwoord, ja. Daar links onderin zien we Neuer al in zijn keeperspakje. En daarnaast zit Özil. De 5e vraag, die gaat over een stadion. Jullie zien hier een foto zo van een stadion. En de vraag is, van welke club is dit stadion? Elro. Dat is Anderlecht. Anderlecht. Dat is inderdaad het goede antwoord. Het paars-wit. Het constant van de Stokstadion, genoemd naar de oud-voorzitter. Dat betekent dat we aan het einde zijn gekomen van ronde 1. De stand is 2 tegen 2. Dus het kan nog alle kanten op. Op naar ronde 2.
Oké, dan gaan we verder met ronde nummer 2. Ronde nummer 2 is de zogenaamde schrijfronde. Jullie hebben allebei een blaadje en een stift voor je neus. Ik stel zo meteen weer 5 vragen. En het antwoord op die vraag moet je opschrijven. Schrijf groot, duidelijk, leesbaar. Ik zal niet letten op spelfouten of wat dan ook, maar ik moet uiteraard wel kunnen lezen wat er staat. En als het kan, dan moet je je blaadje, mag je het antwoord laten zien. Laat het niet te vroeg zien, want anders schrijft die ander nog even snel het goede antwoord dat jij hebt opgeschreven. Dus dat is het. 5 vragen opnieuw. Oké. Goed, vraag 1. Voor welke Engelse club speelde Ulrich van Gobbel? Welke Engelse club? Dat hij bij Feyenoord heeft gezeten, dat weten we allemaal wel. Maar welke Engelse club was het? Goed, laat de antwoorden maar zien. Elro, Nottingham Forest. En Erik, Southampton. En dat is inderdaad het goede antwoord. 1 seizoen. Weet je nog wanneer het was? Het zal rond de 95, 96. Ja, seizoen 96, 97 was het. Daarna ging hij terug naar Feyenoord. Hoeveel wedstrijden won het Nederlands elftal in het jaar 1999? Hoeveel wedstrijden won het Nederlands elftal in het jaar 1999? Frank Rijkaard was de bondscoach. Wat net een succesvol WK achter de rug. Hoeveel wedstrijden? Ik wil nu een antwoord zien. Dus, het hoeft één niet te zeggen. Elro 1. Ja, Brazilië denk ik. En Erik 1. Het antwoord is 0. Ja. Geen enkele interland. Het maakt helemaal niet uit, want we organiseerden het EK daarna, dus we speelden alleen maar vriendschappelijk. Dus en uiteindelijk begon het ook nog gelukkig op het EK wel enigszins te lopen. Maar we speelden alleen maar gelijk en we verloren ook nog wel eens van Marokko en van Brazilië. Maar geen enkele keer gewonnen. Vraag 3 is, voor welk land is Jody Lokoki sinds dit jaar international? Jody Lokoki. Volgens u nog bij PEC te bewonderen. Vroeger speelde hij nog wel eens in vertegenwoordiger jeugdelftallen van Oranje. Maar het Nederlands elftal is uiteraard niet het goede antwoord. Nou ja, ik heb het gezien. Ik durf het niet meer te zeggen. Nee, dat is het ook niet goed. En laat het maar zien. Nou ja, Congo. Elro zegt Angola. Inderdaad, het is Congo. Wie was de laatste topscorer van Spanje die niet naar de naam Lionel Messi of Cristiano Ronaldo luisterde? De laatste jaren domineren zij de Primera División. Messi, Ronaldo. Soms wel 50 treffers. Maar wie was nou de laatste die topscorer was voordat zij aan de lopende band gingen scoren? Wil ik het zien? Ik zie daar Diego Forlán bij Elro en Erik met Llorente. Het is Forlán, inderdaad. Seizoen 2008-2009, 32 keer in dienst van Atletico Madrid. Dus ik denk nou even wachten tot we weer een nieuwe topscorer krijgen daar. Gaan we even doen. Ja. De 5e en laatste vraag van deze ronde is welke oud-speler van Manchester United tekende in 2004 bij FC Groningen? Welke oud-speler van Manchester United tekende in 2004 bij FC Groningen? Het is een bijzondere combinatie. Er zat wel enige tijd tussen. Nou, laat het maar zien. Nee, Elro heeft geen idee. Erik Nefland. En Erik Nefland, dat is inderdaad het goede antwoord, ja. Naam van hem. Ja. Vandaar. Ja. Hij speelde in het seizoen 1997-1998 één wedstrijdje in de Premier League voor Manchester United. En ging daarna terug naar Noorwegen. En kwam uiteindelijk bij Groningen terecht. En ging weer terug naar Engeland, naar Fulham. Dat weet ik nog wel. Maar... Goed, dan komen we na 2 rondes op de score van 3 voor Elro. En 5 voor Erik. Je hebt wat goed te maken in de volgende ronde. En op naar ronde 3 zou ik zeggen. Goed, ronde 3. Ik zit hier nu met Erik. En een lege stoel, want Elro die is even naar de studio hiernaast gegaan. Ronde 3 spelen we individueel. Je krijgt een minuut de tijd om zoveel mogelijk goede antwoorden te geven. Tenminste, ik stel je een minuut lang vragen.
Weet je het antwoord niet, ga niet 15 seconden nadenken, zeg maar meteen pas. Want het gaat gewoon echt om, ja, om het aantal vragen dat je goed moet hebben. Zoveel mogelijk. Logisch. Ja, ja. Duidelijk. Oké, nou de tijd begint te lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. Dat is goed. Oké. Vraag 1. In welk jaar deed het Nederlands elftal voor het eerst mee aan een WK? 1930. 34. In welk land werd Teres Kongolo geboren? Zwitserland. Juist. Van welke club heet het stadion Loftus Road? QPR. Ja. Van welke club was Frits Korbach slechts 2 dagen trainer? Sparta. Ja. Wie is de enige Afrikaanse winnaar van de Gouden Bal? Eto. George Weah. Nou ja. Voor welke Limburgse club speelde Roberto Straal? MVV. Juist. In welk land sloot Gabriel Batistuta zijn loopbaan af? Italië. Qatar. Wie speelde de meeste Europese wedstrijden voor PSV? Wilfred Bouma. Juist. Wie was de enige speler die op het WK 2014 een strafschop miste in de reguliere speeltijd? Benzema. Heel goed. Noem de enige Belgische club die ooit de finale van de Europa Cup 1 haalde. Club Brugge. Juist. Welke club won het vaakste Europa Cup 2? Parma. FC Barcelona. Wie is de oudste doelpunt te maken ooit in de Champions League? En de zoomer is gegaan. Maar hij ging waardig, volgens mij. Ja, wel aardig, ja. Ja, want je hebt er 7 goed. Nou, dus, netjes. Maar nu gaat het sneller dan je denkt. Ja, nou ja, goed. Ja, nee, dat is waar. Maar we gaan kijken of Elro het beter kan. Ben benieuwd. Haal hem even bij. Ja, Elro, welkom terug. Ja. Ook voor jou een minuut lang zoveel mogelijk vragen beantwoorden. Weet je het antwoord niet, zeg pas, blijf niet 15 minuten wachten. Heel veel succes. En de tijd gaat lopen als ik de eerste vraag heb gesteld. Oké. Okay. Vraag 1. In welk jaar deed het Nederlands elftal voor het eerst mee aan een WK? 1934. Is goed. In welk land werd Teres Kongolo geboren? Pas. Zwitserland. Van welke club heet het stadion Loftus Road? Queen Park Rangers. Goed. Van welke club was Frits Korbach slechts 2 dagen trainer? Sparta. Goed. Wie is de enige Afrikaanse winnaar van de Gouden Bal? George Weah. Heel goed. Ja. Voor welke Limburgse club speelde Roberto Straal? MVV. Juist. In welk land sloot Gabriel Batistuta zijn loopbaan af? Qatar. Ja. Wie speelde de meeste Europese wedstrijden voor PSV? Wilfred Bouma. Ja, is goed. Wie is de enige speler die op het WK 2014 een strafschop miste in de reguliere speeltijd? Pas. Noem de enige Belgische club die ooit de finale van de Europa Cup 1 haalde. Mechelen. Club Brugge. Welke club won het vaakste Europa Cup 2? Sampdoria. Helaas. Het was ook al, we waren ook al buiten de tijd. Okay. Het goede antwoord was Barcelona. Okay. En ik vergat je nog te zeggen dat Karim Benzema de enige speler in de reguliere speeltijd was die een strafschop miste. Maar ja, ook jij hebt het aardig gedaan. Okay. Sterker, jullie hebben het even goed gedaan. Nou, alle 3 7 punten erbij. Dat betekent dat jij Elro nu 10 punten heeft. En Erik staat op 12, dus dat belooft een hele spannende finale. En daar gaan we nu heen. Oké, nou, het is hartstikke spannend. Het is tijd voor de finale. En de finale bestaat uit 1 vraag. En ja, die vraag, daar zijn een heleboel antwoorden, goede antwoorden op mogelijk. Dus degene die het laag staat, dat ben jij, Elro, die mag zo meteen als eerste antwoord geven op de vraag. Is dat goed? Dan blijf in het spel. En daarna mag Erik antwoord geven op de vraag. Daarna mag Elro weer antwoord geven op de vraag. En heb je een antwoord fout, dan lig je er meteen uit. En het voordeel daarvan is dat dan degene die nog door is, die kan blijven antwoorden. Waardoor je een achterstand nog kan inhalen. Want er zijn behoorlijk wat antwoorden mogelijk. De finale vraag die we dit keer hebben bedacht is... jullie weten allebei wel dat in 1994 werd Brazilië wereldkampioen in de Verenigde Staten. Noem zoveel mogelijk spelers die dat toernooi tot de Braziliaanse selectie behoorden. Dat zijn in totaal 22 spelers, uiteraard. Het WK in Amerika. De finale was tegen Italië. En Elro, dan wil ik van jou het eerste antwoord horen. Romario. Romario, die is uiteraard goed. Bebeto. Bebeto, die staat ook op de lijst. Elro. Cafu. Cafu, ja hoor. Daar is altijd bij. Dunga. Dunga, de aanvoerder. Zeer zeker. Elro.
Ronaldo. Ronaldo. Nou, hij kwam geen minuut in de actie. Nee. Hij ging daarna naar PSV toe, maar hij zat wel bij de selectie. Erik. Branco. Branco. Ja, de man die ons naar huis schoot. In Dallas. Zat er ook bij. Elro. Tafarel. Tafarel. De doelman. Is ik inderdaad. Ik ook van 98. Ja. Maar was er in 94 was hij ook de eerste keeper. Erik. Aldair. Aldair. Zeer zeker. De bek. Elro. Braziliaan. Selectie 94. Van Petta. Van Petta. Uit PSV, maar zat er niet bij in 94. Nee, helaas. Helaas. Dus dat betekent dat, dat jij nog even mag doorgaan met antwoorden. Dat mag altijd. Weet je het nog één? Ik kom nu even niet op zijn naam. Verdediger van Ajax, Santos. Marcio Santos is inderdaad goed geweest. Dan droogt het ook wel een beetje op, hoor, moet ik eerlijk zeggen. Rij misschien nog? Rij, inderdaad. Ja. De nummer 10. Nou ja, goed. Ja, je hebt al lang gewonnen, hoor. Dus in principe is het niet meer nodig. Dus jij gaat door naar de kwartfinale, Erik. Hartstikke leuk. Dankjewel. En Elro, ja, voor jou is het helaas afgelopen. Maar je gaat niet met lege handen naar huis, want je krijgt een prachtig shirt van voetbalculture mee. Dus ja. En jij veel succes in de volgende ronde en tot over een paar weken. Dankjewel. Nou, dit was de eerste aflevering van de moeilijkste voetbalquiz. Met de eerste winnaar Erik. Hij gaat door naar de kwartfinales. En volgende week zijn wij er weer voor een nieuwe aflevering. Tot dan.